Scholieren van de derde klas van het VMBO mochten dinsdagmiddag naar Toverland. Geen schoolreisje, maar een middag om kennis te maken met hun droombaan. De leerlingen maakten op school zelf visitekaartjes die ze konden inleveren bij de werkgevers waar ze een kijkje achter de schermen konden nemen. Is er een match? Ja, zeker. Waar ben je geïnteresseerd in? In theatertechnicus. En waarom? Net omdat er heel vrij is en ook vormgeving en het is gewoon groots en dat vind ik wel leuk en speciaal. Heb je al een idee wat je later wil gaan doen? Nee, nog niet helemaal. Daarom kijk ik hier ook even rond. Zijn jullie er al uit? Nee, nog niet. Is moeilijk, hè, of niet? Ja. Jullie moesten een visitekaartje maken? En dan moesten we alle informatie van onszelf opschrijven. Waar gaat jullie interesse naar uit? Toch wel zorg en welzijn. En iets in de kant van de dokters of zo. Wat vind je hiervan, van deze dag? Best wel interessant eigenlijk. Waarom? Dan kun je zien welke beroepen er allemaal zijn en ontdekken wat er voor jou leuk is om te doen, zeg maar. Wat voor sector zit u? Wij maken fruitbomen. Want even eerlijk, hè, u heeft geen spannend beroep. Nee, we hebben een heel saai beroep. Dus we werken op dit moment met 16 studenten van de Fontys Hogeschool in 4 verschillende teams. En die zijn niet bezig met de appeltjes of de peertjes of de kersen, maar die zijn bezig met autonome robots. Die zijn bezig met apps bouwen. Die zijn bezig met precisielandbouw. Die zijn allerlei tech, high-tech oplossingen doen. Morgen staan we weer op de beurs in Utrecht. Volgende week staan we in Duitsland op de beurs. Ja, eigenlijk geen spannend beroep. Dat is maar heel zelden, hoor. Ze willen ook weten wat er überhaupt in een hotel zich afspeelt, wat voor beroepen er zijn. Wat wij kunnen betekenen voor hun tijdens zo'n doedag. Wij organiseren dan een rondleiding, een korte presentatie en we laten eigenlijk het hotel achter de schermen zien. Dus wat doe je eigenlijk in een keuken? Wat gebeurt er op de receptie, in de huishouden? Hoe ziet zo'n kamer eigenlijk eruit? Is er al veel animo bij u vandaag? Ja, verbazingwekkend wel ja. Ja. Staat u voor? Wij staan voor Kentalis. En dat is een instelling speciaal voor kinderen die slechthorend zijn of een spraaktaalstoornis hebben. Dat lijkt me toch wel een heftig beroep. Maar wel ontzettend leuk om daarmee te werken. Om kinderen enthousiast te krijgen daarvoor die hier vandaag komen? Ja, kinderen die hier komen die vragen van ik wil heel graag met kinderen werken. En kinderen waar iets mee aan de hand is. En dan komen ze hier bij ons en ik vertel wat wij doen en ik laat ze wat dingetjes zien. Dat vinden zij hartstikke leuk. En ik was vooral verbaasd dat ze gelijk in de eerste ronde al 8, we hebben al zelfs nee moeten verkopen omdat er nog 2 rondes komen. Dus enthousiasme is er. Oud-politica Jolanda Sap vindt dat momenteel jongeren veel te snel moeten kiezen wat ze willen worden. Ik denk dat het belangrijk is dat in het onderwijs kinderen veel minder vroeg gedwongen worden een keuze te maken. Want dan weet je ook veel beter wat je wil en hoe je je ontwikkelt. Maar goed, dat zijn lange termijn zaken, hè? Dat regel je niet op één dag. En wat je wel kan regelen op één dag is dat er gewoon veel meer contact is. En dat deze kinderen, en de meeste kinderen in Nederland volgen natuurlijk VMBO, dat die ook echt het gevoel krijgen dat de wereld aan hun voeten ligt bij wijze van spreken. En dat ze alles kunnen worden. En dat is ook het motto, hè? Je mag alles worden. Behalve ongelukkig. Voor programmamaker Lex Uiting was het vroeger al duidelijk wat hij wilde worden. Ik wilde Jack van Gelder worden bij Radio 1. Ja. Die sportambitie een beetje laten varen. Ik wilde eerst Radio 1 verslaggever worden, maar nu bij 3FM als programmamaker en NPO 3 als presentator komt dat wel redelijk in de buurt. Ja. Of leerlingen hun droombaan nu hebben gevonden, blijft de vraag. Al is dit alvast in de pocket.